U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. De komende dagen zal het op de stranden steeds drukker gaan worden en zullen deze meeuwen plaats moeten gaan maken voor mensen, want het wordt prachtig strandweer in de loop van de week. Vandaag was daar nog niet zo heel veel van te merken en morgen ook nog niet, maar daarna wordt het beter. En beter. En ook vandaag en morgen, overigens, helemaal geen slecht strand weer hoor. Want de temperaturen pakken best aardig uit en er is van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Sterker nog, vandaag had het zuidwesten van het land de meeste zonneschijn en die zon die breidde zich geleidelijk aan uit over andere delen van ons land. Het klaart vanavond en vannacht langzaamaan wat op, maar we hebben nog wel met bewolking te maken wat er aan gaat komen. Vanavond en vannacht, als gezegd, niet met steeds vaker opklaringen en temperaturen die vanavond liggen rond de 17 graden en vannacht gaan dalen naar gemiddeld zo'n 13 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, trekt morgen nog wat aan, dan wordt de wind bij zee vrij krachtig, windkracht 5. Er is ruimte voor de zon, in de loop van de dag tijdelijk meer bewolking en misschien zelfs een enkel buitje. Aan het eind van de dag klaart het in het westen dan weer verder op. Temperaturen morgen zo tussen de 21 en maximaal 23 graden. De temperatuur gaat woensdag al omhoog, lokaal al een 25 graden met alleen in het zuidoosten nog kans op een enkele bui. De Donderdag is het volop zonnig en wordt het gemiddeld zo'n 27 graden. De wind is dan naar het oosten gedraaid. Vrijdag gaat de temperatuur verder omhoog. Lokaal tipt het kwik al aan de 30 graden. En heel misschien in het zuidwesten een enkele onweersbui aan het eind van de dag. Maar die kans is vrijdag nog heel klein. Wordt overigens in de loop van het weekeinde wel groter. En in het weekeinde bereiken we, wat temperatuur betreft, de piek. Zaterdag op veel plaatsen tropisch met 30 graden. Zondag een grote onzekerheid in de temperatuur. En dat betekent ook dat de kans op buien dan gewoon groot is. Want vallen die buien vroeg, dan pakt de temperatuur wat lager uit. Vallen ze laat, dan kan het nog heet worden. En begin volgende week is het dan wat minder warm, maar het blijft eigenlijk prachtig Hollands zomerweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl